10 juli 1995, precies een jaar geleden, was een zwarte dag in de geschiedenis van de wielersport. Fabio Casartelli overleed toen na een val in de afdaling van de Col d'Aspet. Herbert Dijkstra sprak vandaag met zijn toenmalige ploegleider Henny Kuiper. Hoe gaan de renners er nu mee om? Wordt er nu nog binnen jouw ploeg over gepraat? Ja, is heel gek. Je hoort ze denken. Maar er wordt weinig over gepraat, omdat ik het gevoel krijg dat de dood mag niet geassocieerd worden met sport zo. Dat kan eigenlijk niet. En dat is heel raar. En dat merk ik ook echt zo. Wordt het een beetje weggedrukt? Ja, vind ik wel. Echt. Maar je kunt wel goed merken aan Jim dat hij... De ploegleider? Jim Okowitz is ploegleider, manager, die van de week een valpartij met George Hincappie. Flink geschaafd, een paar hechten in zijn hoofd. Is er ook 35 graden? Je kunt bijna geen helm dragen, maar jongens, alsjeblieft. Je hoeft geen prestatie, maar draag alsjeblieft een helm dat we niet weer dat meemaken. De renners hebben vorig jaar gevoelsmatig op gepaste wijze gereageerd. De volgende dag fietste jouw ploeg 100 meter voor het peloton uit. Maar de toerdirectie heeft zich eigenlijk schandalig opgesteld door eigenlijk helemaal niet te reageren. De commerciële belangen kregen voorrang. Is daar na die tijd nog over gesproken? Ja, dat was natuurlijk weer geweldig voer voor de pers, dat er zo gereageerd werd. Maar wij hadden ook iets kunnen verkeerd inschatten. En ik denk dat de organisatie dat gewoon verkeerd heeft ingeschat. En dat die mensen die daar bij de aankomst werken, is zo'n grote groep, helemaal niet de draagwijdte zagen van hetgeen er gebeurd is op dat moment. Ik heb het zelf gehad, ik had een gast in de auto. En ik zag het allemaal gebeuren, ben gestopt onderweg en gebeld naar het ziekenhuis. Je ziet hem daar doodgaan op dat moment, dus sterven. En die was met volle teugen aan het genieten van de Tour. Dat was voor mij twee werelden, zo verschrikkelijk om mee te maken. Ik wou er zo erbij wegrennen of die persoon of uit de auto zetten. Ik kon daar bijna niet meer leven, maar je moest. En dan kom je bij zo'n aankomst. Dat is weer een heel andere wereld. Je kunt ook, zeker het publiek wat langs de kant staat, die wist het helemaal niet. Dat had niet mogen gebeuren, maar het is gepasseerd. En achteraf heeft de Tour wel geweldige inspanning gedaan om alles recht te zetten. We hebben daar dus dat monument onthuld. Heeft de Tour directie heel veel aan gedaan. Vind je dat belangrijk, dat monument? Ja, ik denk dat het wel een... Elke keer als je daar... Dat is toch iets blijvends. Anders vergeet je iets toch te vlug. En ik denk ook wel dat in de toekomst... Van de week toen we daar waren met de mechaniciënse dokter zei het zou mooi zijn om hier eens een tijdrit te houden op de top aankomen of gewoon een bergetappe aankomst op de top. Ik denk dat dat mag toch gerust, je mag toch ook wel eens nadenken over bepaalde dingen. En wanneer er niks gedaan wordt is alles zo vlug vergeten denk ik. En ik vind het ook heel belangrijk dat de steun is voor de ouders. Die waren ook hier, eergisteren zijn ze onze gast geweest en vandaag zijn die ook naar het monument toe. Je bent wel je zoon kwijt, maar je hebt toch nog iets waar je verdriet kwijt kunt. Denk ik. En mevrouw Casartelli, de weduwe van Fabio, hebben jullie daar nog contact mee als ploeg? Ja, wekelijks bijna. Maar vooral Jim Okowitz en Maximo Testa, de dokter. Zij is dus ook op hele jonge leeftijd weduwe, blijft daarachter met een kind. Staat nog aan het begin van het leven en vraagt heel veel raad. En ze wordt ook met raad inderdaad bijgestaan door ons ook. Wat toch ook belangrijk is, gewoon praktische dingen. En B, ook gewoon dat ze steun kan zoeken bij ons. Maar gelukkig heeft zij nu terug werk. Ze is teruggegaan naar haar familie in Midden-Italië, in de buurt van Imola. Ze werkt in een bakkerij, morgens geloof ik. En ze vindt wel het draai, maar de ouders hebben het nog veel moeilijker van Fabio. Het schijnt dat de vader Fabio, die was dan ook bij ons en die zag ons, die vloog ons zo in de armen toen hij ons zag. Maar het schijnt dat als het avond is, die man dus klapt helemaal dicht en zegt geen woord meer. Ook vandaag gaat de etappe weer door de Pyreneeën. Kun jij die knop omschakelen of is het moeilijk om je nu... op de plek waar het gebeurd is, volledig te concentreren op de Tour van vandaag? Ja, je moet gewoon. Er is geen andere weg. En dat kun je? Ja, anders... Ik denk ook wel dat moet in het leven. Anders kijk, we zijn niet de enige die dat meemaken. Ik zei net al, het leven wil niet graag geconfronteerd worden met de dood. Maar dit is wel een natuurlijk gevolg. Maar dit is natuurlijk heel iets anders. Het gebeurt allemaal zo abrupt. En zo'n jongen die nog zoveel wil doen in het leven. Natuurlijk moet je voor jezelf, ook voor jezelf een leren in het leven. Je kunt dat meegeven aan je kinderen, praat er ook wel eens mee over. Maar op een gegeven moment, als je dan weer in je werk zit, moet je toch omschakelen. En je moet weer verder. Het is gewoon niet anders. Je kunt ook niet thuis op een houtje gaan bijten. Hoe erg het ook is. En oud-coureur José Manuel Fuente is vandaag aan een nieraandoening overleden. De Spanjaard was in de jaren 70 een van de grootste concurrenten van de Belg Eddy Merckx. Fuente werd 51 jaar.
De 18e etappe dan in de Tour de France. En die werd in het begin vooral gekenmerkt door de staking van de motorrijders, waardoor er lange tijd alleen beeld vanuit de helikopter was. De motorrijders zijn kwaad omdat de organisatie geen maatregelen nam tegen de ploegleider van de Kelmenploeg. Die zou in de etappe van gisteren met opzet een motor hebben aangereden. Vandaag dus de 18e etappe van de Tour. Die ging van Pamplona naar Hendaye en had een lengte van 154,5 kilometer. U hoort Mart Smeets en Jan Nelissen. Eerste dus nu Breukink met Jonker, Salvato, Voskamp, Ferrigato, RV, Perona, Bartoli, Hen en Alonso. Op 30 seconden de Italiaan Voice. Op 40 seconden de Italiaan Ellie. Op 55 seconden de Fransman Thibault. Op 1 minuut en 5 de Italiaan Boscardin. Op 1 minuut 40 de Duitser Steinhauser, die helemaal ingestuiterd is. En op 2 minuut 15 het peloton. Daar, dat peloton. Inmiddels heeft Roger Léger, dat is de voorzitter van de Belangenvereniging voor Ploegleiders, verklaard in het openbaar dat de ploegleiders allemaal solidair zijn met Alvaro Pino. Dat was de man die het ongeluk had om gisteren die motard van de L'Equipe aan te rijden. Dus de tegenstellingen daar in koers worden nog een beetje toegespitst. Jean-Marie en Jonker laat lopen. Dus moet Breukink nu komen, maar die doet het ook niet. Nee. Voskamp is weg met Ferrigato achter Bartoli in. Dan moet Voskamp wel overgeven aan Ferrigato. En doet hij het? Ja, die doet het. Dus Bartoli wordt achterhaald op 15 kilometer van de streep door Ferrigato en Bart Voskamp. Hier een ploegje van 5 met Jonker en Breukink. En Voskamp rijdt heel goed. Ja, die stoeft even door. Heel goed, de Italianen hebben moeite. Het is nu alles of niets, hè? Daar komt Alonso, vrij makkelijk. Maar het komt weer bij elkaar door Marino Alonso. Breukink komt mee terug. Met Jonker samen. Wel een lekkere finale zo, hè. Knal maar door, jongens. Weer een MG. Nee, dat is Voskamp. Voskamp is alleen weg. Ja. Keurig. Bart Voskamp, die al zoveel werk heeft verricht in deze ronde voor anderen, doet het vandaag voor zichzelf. Hier is Breukink. Die verliest dus terrein nu. Hen met Boscardin. Ellie. Boscardin gaat door. Teruggehaald. Thibault is mee. Thibault, Hen. Boscardin, Voskamp, Ellie. Dat zijn ze. 5 man. Voskamp heeft goede benen. We rijden Saint-Jean de Luz binnen, de badplaats. 5 man en de rest erachter. Maar in ieder geval met een gaatje, want anders mag die motor hier niet zitten. Thibault, de Fransman. Ellie de Italiaan, Voskamp de Nederlander, Hen de Duitser. En wie is de 5e ook weer? Boscardin de Italiaan. Het gaat weer lichtjes omhoog bij het buitenrijden van Saint-Jean de Luz. En daar op de weg is niets te zien. Daar komen daar, de voorranden. Ja. Daar het groepje. Dus gaatje. Ja. Peloton inmiddels op 14 minuten. En Boscardin doet geen trap te veel, hè? Hen gaat weg. Ja, die heeft toch al zo weinig op kop gereden. En Voskamp rijdt het gaatje dicht. Probeert het althans.
En dit kost heel veel kracht hoor. Aan iedereen hier. Thibaut kan niet. En Ellie moet door. Thibaut kon niet. Voskamp en hen. Die kunnen doorrijden. U ziet boven in uw beeld zitten de koplopers en verlieten de achtervolgers. Gaatje zal 300 meter zijn. Hen en Voskamp zijn door, want Ellie kan ook dat gaatje niet dichtkrijgen. Kijk eens, Voskamp neemt hard over. Oh. Ja, je kon zien dat hij hele goede benen heeft vandaag. Het is alleen maar Ellie hoor. Boskadin doet helemaal niks. Die gokt dus dat Ellie hem terugrijdt en dat hij dan in de sprint kan toeslaan. 75 meter, meer is het niet. En nog altijd houdt Bart Voskamp een kans, een grote kans op de etappezege. Dat zou de derde Nederlandse zege worden als het mocht lukken. Grote inspanning van Christian Hen. En een mooie koers door Bart Voskamp. En hier valt het stil, hè? Ja, want Ellie kon het gaatje niet dichtrijden. Boskening wil het niet. En Thibaut was de zwakste. En dus zijn Hen en Bart weg. Tengere coureur, komt uit Wageningen. Traint daar veel in de buurt van de Grebbeberg. Maakt die rondjes door de Betuwe. Man die geruisloos een ronde van Frankrijk rijdt. En nu ineens de camera's vol op zich weet. 16 seconden. 4 seconden winst. En ga door, Bart. 18 seconden. Weer 2 seconden winst. Hey, moet je de kop afgeven? Wat doen we? Rijden we daarvoor? Zag je het gebaar? De telecomploeg heeft al heel veel gewonnen. Alles. 34 seconden voorsprong, dus daar hoeft geen ongerustheid meer over te bestaan. Hoe werd Hen Duits kampioen een maand geleden? In de sprint. Het komt hierop aan wie heeft de beste benen nog. Grote versnelling dadelijk erop. De boulevard loopt heel lang rechtdoor. Kijkt u maar, en daarachter bij dat hoge gebouw, daar ongeveer is het belangrijkste punt aangebroken op deze donderdag. 1100 meter nog. Wordt het de Duitse kampioen Christian Hen of wordt het de nummer 2 van het Nederlands kampioenschap Bart Voskamp? We schrijven de 18e etappe van de Ronde van Frankrijk van 96. En er zit een kans in dat ze bij TVM weer gaan juichen. En nu blijft Voskamp in het wiel. Dat doet hij goed. 850 meter in het wiel blijven. En de wind staat van rechts, Bart. Als je gaat, ga links van de weg. Zouden je horen? Links van de weg. Ja, maar Hen weet dat ook. Er waait een sterke wind recht uit zee. Eén grote ronde overwinning. Kijk, heeft hij al in één etappe in Spanje. Nu is het goed, nu zit hij goed. Nu doet Hen eigenlijk in feite de deur dicht, want als Voskamp nu moet komen, moet hij in de volle wind komen. De wind komt van rechts. Nu doet Hen het dus goed, die had het goed gezien. Ja. Wie zet aan? Hen. Voskamp volgt. Als een echte sprinter. 400 meter nog. Hen kijkt, of Voskamp? Kijkt, kijkt. Hen heeft dat goed gezien. Voskamp moet in de volle wind komen. 300 meter. Heel kort sprintje. Nou Bart, nu moet je schijnbeweging. Nog een schijnbeweging. Ja. Nu gaat Hen vol aan. Nou, ja, nu moet je heel sterk zijn, Voskamp. Voskamp gaat goed. Hij gaat goed aan. Hij gaat goed aan. Bart Voskamp wint de etappe. Yes! Bart Voskamp wint de etappe. TVM kan de champagne opentrekken. Bart Voskamp wint zijn tweede etappe in een grote ronde. Eerste was in Spanje en nu is het hier in Andaye in Frankrijk. 36 kilometer, 927 meter. En het is de derde etappe overwinning voor dat vermaladeide Nederlandse wielrennen. Niemand kwam vooruit in het voorseizoen. En nu ineens pakken ze de derde overwinning. Hier komt Ellie. Met Thibaut. En Ellie wordt derde.
Thibault wordt vierde. Boskardien had inderdaad helemaal niks in huis. Ballonkuiten, vijfde. Daar komt de rest aan met Patrick Jonker. Nederlandse overwinning in de Ronde van Frankrijk. Volgens mij, Jean, is het de 140ste etappe-overwinning voor Nederland in de Ronde van Frankrijk in de geschiedenis. En wat belangrijk is, het zijn de jonge coureurs uit Nederland die deze successen boeken. Eerst Blijlevens, toen Bogert en nu Bart Voskamp. Jonker laat lopen. Alonso gaat aan, Ferrigato in het wiel. Dit is voor de zesde plaats, hè? Ja. Ferrigato komt, dat is de snelste. Breukink gaat mee. Het gaat om de ereplaatsen. Alonso op kop. Ferrigato, de sprinter in het wiel. En Hervé gaat aan de rechterkant. Maar Ferrigato moet dat makkelijk doen. Ja, ja, ja. En Erik sprint zelfs links mee. Ja. Zo, dan moet je toch durf hebben. Dat haalt hij niet tegen Ferrigato. Hij zit alleen in de wind. Ferrigato zesde, Hervé zevende. Salvato achtste. Op 1,25. En Jonker zet de pet goed. Wat een mooi succes, zeg, voor TVM en voor het Nederlandse wielrennen. En hier staat hij ten aanschouwen van duizenden en duizenden enthousiaste vakantiegangers. En toeschouwers op het erepodium als winnaar van deze 18e etappe tussen Pamplona en Hongdae. 154,5 kilometer aan de Atlantische kust. Kijk hem eens blij zijn. Lang gewacht, seizoen slecht begonnen. En dan slotte wordt vandaag alles goed gemaakt voor hem. Het peloton heeft gewandeld gedurende de laatste 20 kilometer van deze etappe. Waar Bart Voskamp dus weet te winnen. En hier komt dan de rest van het pak aan. Dat wil ook zeggen dat bijvoorbeeld Patrick Jonker een goede sprong in het algemeen klassement gaat maken. Hier ziet u de ploeg van Telecom. Die de sprint gaat invoeren voor Zabel, die in het midden zit. Abdou zit erbij. Nou, maar eens kijken. Brochard gaat natuurlijk weer mee in deze sprint, dat doet hij altijd. Maar Zabel zit makkelijk voor Baldato. Baldato zit aan de linkerkant. Zabel door het midden heen. Zabel door het midden heen. Baldato wordt weggespeeld. En naar de linkerkant Abdou. Het is Zabel, Baldato. En zo komt het peloton binnen. Het is niet belangrijk, want u ziet het. 16 minuten en 56 seconden heeft de achterstand voor het peloton. Gele, groene en bolletjestrui. En zo gaat de sprint. Moet je eens kijken wat die Zabel dat makkelijk doet. Die gaat vol in de wind. Baldato zit in het midden en Abdou zit aan de andere kant. Zabel wint dus de sprint en wordt hier op de streep 15e. En daar ging het om. Zabel en dan Abdou en dan Baldato. Zo is het. Aan het eind van de Tour een etappe winnen, dat is nog eens wat. Ja, daar had ik ook niet meer gedacht. Ik heb net al tegen je verteld dat ik het ook een beetje aan Jeroen te danken heb. Want die heeft mij gisteren bij hem gehouden. Waardoor ik toch wat kracht heb gespaard en zodoende vandaag wat extra's kon doen. Alleen omdat je op rust hebt gereden, maar je hebt je toch rot gewerkt deze Tour? Tuurlijk, nee, maar het is een onderdeeltje en je moet je dagen uitzoeken. Ik heb het een paar keer geprobeerd en het lukte niet. En vandaag probeerde ik het eigenlijk niet en ik spring één keer mee en ik ben weg. Je moet een beetje geluk hebben en als je dan eenmaal weg zit, dan moet je ervoor gaan en dat is gelukt. Kom je met vijf man, waarvan Ellie natuurlijk een hele goede naam is. Hen gaat. Ellie, wacht even. Zag je dat moment? Ja, maar die kon er niet echt meer. Iedereen was al een beetje op natuurlijk. We hadden een poosje voorop gereden. We hebben gisteren een hele zware dag gehad. En ik zag dat hen heel hard ging. Ik denk, we moeten er heel hard achteraan, anders komen we er heel hard nooit meer bij. En toen ik in zijn wiel kwam, zag ik een gaatje. Ik denk, ja, toen wist ik eigenlijk dat het gedaan was voor de rest. Hebben jullie een afslag gemaakt, kop over kop? Of ja, we hebben gewoon een hoofdknik? We hebben gewoon afgesproken gewoon door te rijden en niet op de vond te kijken. En dan kwamen we er wel uit. Toen hier op de boulevard, toen maakte hij een handgebaar naar je. Ja, hij zei dat hij wou winnen, maar ik zei ik ook. Ja. Toen deed je iets heel verstandigs, denk ik. Je bleef wachten en bleef wachten en bleef wachten. Is dat niet verschrikkelijk moeilijk? Ja, maar hij deed zo nerveus onderweg. Dus ik wist dat hij heel graag wil winnen. En als je heel graag wil winnen, dan is het heel moeilijk. Ik ben in zijn wiel gaan zitten en rustig naar hem blijven kijken tot het goede moment. Eén klein schijnbeweging een keer? Af en toe een paar keer gedaan. Dan gaat het tempo iets omhoog, moet hij toch iets meer doen. Het was wind tegen. Ja, en toen wist ik eigenlijk al dat ik wel zou winnen. Ja. Je rijdt voorop, je gaat zitten, je kijkt zelfs nog even om. En toen dat handgebaar, kan je dat nog een keer maken? Wat deed je met je kan het nog een keer doen, maar ik had het een keer gezien. Het leek me heel leuk om te doen. Ja, ja, ja. Hey, een toeroverwinning, dat is wat, hè? Een etappe pakken. Ja. Ja. Nu besef je denk ik nog niet, maar is denk ik het mooiste uit je wielercarrière ongeveer. Ja? Ja, lijkt mij wel. Het is het evenement van het jaar en als je daarin mee mag doen en dan ook nog een etappetje mag winnen dan.
Dat is fantastisch. Jij bent geen man die veel wint in Spanje, dat weten we nog van je. Hoeveelste profoverwinning is dit? Ik denk vierde, een criterium in Tiel, een kermiskoers in België, een etappe in Spanje, een etappe in Frankrijk. Nou, hè? Dat is toch genoeg. Champagne straks, hè? Ja, zeker. Ja, een hele grote fles weer. Ja, ja. En de criteriums in Nederland zullen naar Voskamp gaan vragen. Ik hoop het. Dat is belangrijk voor een profsporter. Ja, zeker. Maar het is goed voor het hele Nederlandse wielrennen. Alle Nederlanders rijden goed. En ik denk dat we samen ervoor moeten zorgen dat het in de lift komt. En dat is denk ik gebeurd. Door jullie gebeurt dat. Gefeliciteerd. Dankjewel. Bart Voskamp, winnaar van de 18e etappe. Hij verslaat de Duitser Christian Henn in de sprint. Ellie en Thibaut volgen op 27 seconden. Dan Boscartin. Fedicato wint de sprint van de achtervolgende groep van achtrenners. En Erik Breukink wordt achtste. In de top van het algemeen klassement verandert niets. Bjarne Ries is hard op weg de eerste Deense toerwinnaar te worden. Zijn ploeggenoot, Jan Ullrich, is verrassend tweede. Dan Virange, Dufo, Lutenberger, Escartin, Uglomov, Leblanc, Olano en Rominger. Patrick Jonker stijgt naar de 12e plaats. Beste Nederlander is nog steeds Michael Bogert op de 31e plek. Breukink klimt naar de 35e plaats. En ritwinnaar Bart Voskamp staat 99e. De voorlaatste renner in het algemeen klassement is Jeroen Blijlevens. En hij nam vandaag een opmerkelijk besluit. De sprinter doet niet mee aan de Olympische Spelen in Atlanta. De Tour heeft ook een hoop krachten van me gevergd. En ik heb een kleine kwaaltje en zo. En dat is gewoon een teken ook dat, dat het gewoon heel zwaar is geweest en dat het gewoon heel veel gekost heeft. Maar er wordt ook gezegd, door die Tour kom je juist in de vorm die je nodig hebt voor de Olympische Spelen. Ja, maar het is ook geestelijk, hè. Zondag is de Tour afgelopen en we zouden dinsdagmorgen weg moeten. En dan moet je 10 dagen lang met die Tour, met de Olympische Spelen mee bezig zijn. En ik vind als je naartoe gaat, dan moet je zeker weten dat je mee kunt doen voor de overwinning. En ik denk dat ik op het moment niet kan, dat ik gewoon dat de Tour me gewoon gesloopt heeft. Iets anders, je kunt natuurlijk na de Ronde van Frankrijk ook behoorlijk verdienen in de criteriums. Speelt dat mee in plaats van het rijden van de Olympische Spelen? Ja, als ik eerlijk ben, heeft dat natuurlijk al meegespeeld. Als er geen criteriums waren, had ik het wel geprobeerd. Maar ik zeg al, je gaat naar de Olympische Spelen toe. We gaan niet in het dorp liggen. Dus je bent alleen maar met die Tour of met die Olympische Spelen bezig. Het is verschrikkelijk warm daar. Je kunt dat gewoon niet meer opbrengen? Nou ja, lichamelijk niet en geestelijk ook niet, denk ik. Maar ik denk dat dat ook gewoon normaal is. Kijk, ik ben ook pas 24. En de Tour heeft me gewoon gesloopt, ook geestelijk. Gerrie Kneteman reageerde teleurgesteld op het besluit van Blijlevens. De bondscoach heeft nog wel geprobeerd de sprinter over te halen, maar Blijlevens bleef bij zijn besluit. En dat terwijl Kneteman de ploeg voor de Spelen eigenlijk rond Jeroen Blijlevens wilde bouwen. Goedenavond en welkom bij Studio Sport. Met 40 minuten alles over de Tour de France. U bent dat van ons gewend op dit tijdstip. Het is nog 2 dagen en dan is de 83ste Tour tot een einde. Althans, dan komt het tot een einde. En dat moet natuurlijk wel heel raar lopen. Wil Bjarne Ries op de Champs-Élysées in Parijs niet zijn allerlaatste gele trui gaan ophalen. Maar goed, dat is allemaal pas zondag. Laten we het eens gaan hebben over de dag van vandaag. Een etappe, 19e etappe naar Bordeaux. Maar hij ging vanochtend van start in Andij. En Herbert Dijkstra kwam daar een nog altijd stralende winnaar van de etappe van gisteren tegen. Bart, goedemorgen. Is het laat geworden gisteravond? Nou, in principe niet. Ik ben redelijk op tijd naar bed gegaan, maar je bent helemaal wakker. De dag die draait nog eens een keer door je heen en je ligt een beetje naar dat mooie Franse behang tegen het plafond te kijken. En echt geslapen heb ik niet veel, maar het is niet belangrijk meer. Een lekker gevoel? Ja, lekker gevoel. Dus, ik heb al wel eens vaker zo wakker gelegen om te denken van ja, morgen dit, morgen dat, maar nu lag ik gewoon... Ja, nou ja, niet zozeer direct naar mij toe, maar ik heb mijn vrouw gebeld en dat was een beetje gekkenhuis. Iedereen bellen en mensen langs en oude bekenden die weer eens bellen en zo, dus dat was hartstikke leuk. Nu hebben jullie allemaal tv op kamer. Heb je de beelden van jouw overwinning nog teruggezien gisteravond? Beelden gezien, het geluid heb ik niet echt kunnen volgen, want het was... Terugziet, wat denk je dan? Want het was een hele coole overwinning eigenlijk. Je zit echt nog te denken van ga ik winnen of ga ik niet winnen? Dat is het rare, maar je weet de uitslag allemaal toch, je hartslag gaat toch weer omhoog. Je denkt van rustig blijven, maar ja, het is al lang geweest. Maar het gekke is, je was zo verschrikkelijk zelfverzekerd. Ja. Je wist precies wat je moest doen. Ja, heb je dat op dat moment zelf ook zo ervaren? Ja, toen Henn demereerde vond ik hem echt heel sterk. Dus toen wist ik het niet zeker. Maar toen heb ik geroepen van Bisorben dat hij tot boven door moest rijden. En dan zou ik overnemen. En vanaf toen die klimmetjes na voelde ik dat ik zeker zo sterk was. En ik merkte aan aan de tempowisselingen onderling dat hij niet echt meer kon versnellen. En dat is een teken dat je niet meer goed bent in de sprint.
En hij werd heel erg nerveus. Hij begon allemaal gebaren te maken en te doen. Dus ik denk, ja, dan ben je niet zeker van de zaak. Maar jij was wel zeker van je zaak. Zit je zo in elkaar? Maar normaal niet, maar de situatie op dat moment was zo dat ik zeker kon zijn. Je mooiste overwinning in jouw carrière? Mijn mooiste overwinning in mijn carrière, zeker. Dat is toch iets waar je, ja, waar je als klein jongetje van droomt. En als je dat een keer mee mag maken, ja, fantastisch. De mooiste overwinning in de carrière van Bart Voskamp was overigens de 140ste etappezege. Nederlandse etappezege in de geschiedenis van de Tour. En drie daarvan, inderdaad, kwamen tot stand in deze Tour. Een ongekende wilde. Want we moeten helemaal teruggaan naar 1990, toen er maar liefst 5 Nederlandse ritzegers te bejubelen vielen. Herbert Dijkstra ging nog even verder op zoek daarom naar Hollands glorie. In de karavaan van de Ronde van Frankrijk rijden 5 Nederlandse ploegleiders. Priem en Wijnands voor TVM, De Roy en Van Houwelingen namens de Raboploeg en Henny Kuiper voor de Amerikaanse Motorola-ploeg. Allemaal oud-beroepsrenners dus. 4 van hen waren in het verleden winnaar van 1 of meer etappes in de Tour. Henny, welke etappezege in de Ronde van Frankrijk was voor jou de mooiste? Ja, Alpe d'Huez, zonder twijfel. Waarom? Ja, winnen op Alpe d'Huez. En ik was niet als een echte klimmer daar winnen was. Daarbij kwam nog dat voor mezelf een revanche op mezelf was, omdat ik een jaar voordien geweldig door het ijs ging daar. Ik kon het geel pakken. Daar heb ik altijd van gedroomd, is me nooit gelukt. En dat ik het dan een jaar nadien daar win, ja, was echt een geweldige ervaring. Nou, het was de eerste eigenlijk op een gegeven moment. Het was een Nantes toen dat tijd. En dat was best een mooie herinnering. Ja. Maar je hebt er 2 achter elkaar gewonnen, hè? Ja, er zat toen een tijd een rustdag tussen, dus we waren eigenlijk 2 etappes achter elkaar. Alleen dat feit, dat is ook op zich wel heel bijzonder. Nou, de Ronde van Frankrijk was eigenlijk de mooiste. Ja, achteraf gezien, dat was eigenlijk de keer dat ik Eddy Merckx klopte in Brussel in zijn eigen woonplaats. Waar eigenlijk de eerste keer aankomst was en eigenlijk nooit meer aankomst geweest is. En waar hij eigenlijk toch een misrekening had. Wat weet je nog van die finale? Hoe ging dat? Nou, we raakten voorop met 14 man. En ja, zijn ploegmaten zaten 5 of 6 ploegmaten mee van hem. En ik was het enige op dat moment van Friesel die mee zat. En het werd op een moment gewoon een sprint. Nou, en ik klopte me gewoon in zijn eigen woonplaats. Dat was een misrekening van hem. Ik weet nog dat ik bewust mijn dag heb uitgekozen, een aantal dagen van tevoren. Het was de eerste etappe na de Alpen. En die Alpen ben ik redelijk goed doorgekomen. En ik heb eigenlijk al binnen de ploeg een aantal dagen van tevoren aangegeven van die etappe, dan ga ik iets ondernemen. En dat is wonderwel gelukt. Hoe ging die finale? Oh, voor mij was het een heel lange finale, want ik ben gedemareerd op 80, 90 kilometer voor het einde. En ik heb de rest van die etappen in mijn eentje afgelegd. Wat betekent het voor een renner om een Tour-etappe te winnen? Ja, dat is iets geweldigs. Ik denk ook dat het een beetje onderschat wordt. In Frankrijk heeft het nog 2 keer zoveel waarde. Maar ik vind voor een renner vind ik een etappe toe winnen. Toch, nou, dan Tour uitrijden en dan nog een etappe kunnen winnen, dan ben je echt beroepsrenner geweest, vind ik. Ja, hoe kun je dat vergelijken? Dat is, de wereld kan vergaan en je eigen persoontje die blijft gewoon als een rots in de branding overeind. Eigenlijk. Zo kun je het ongeveer vergelijken. Dat is iets heel intens en ja, het is heel bijzonder. Ja. Nou, op dat moment als je in de Tour zit, dan besef je het echt niet zo, maar als je eigenlijk daarna, dan komt het eigenlijk pas tot zijn recht en dan denk je, nou, goh, het is toch heel mooi dat je een rit wint. En dat blijft eigenlijk jaren doorgaan. Oh, ik ontmoet nu nog mensen die zich precies weten te herinneren van, ah ja, die dag dat jij won, zat ik daar of daar te vissen of deed ik dat of dat. Die weten nog precies waar zij mee bezig waren die dag of waar zij op vakantie waren en aan de radio gekluisterd waren om prestaties van de renners toen te volgen. En die weten dan nog exact te herinneren wat zij die dag deden. Hoe is dat om dat te horen? Ah, dat is heel mooi natuurlijk. Ja, die mensen associëren een overwinning van mij met hetgeen wat zij toen deden en dan blijft die mensen bij. Theo, 8 keer heb jij deelgenomen aan de Ronde van Frankrijk. Nooit een etappe gewonnen, maar hoe dicht ben jij daarbij geweest? Nou, dat zal misschien een keer of 4, 5 zijn geweest. Ik kan het eigenlijk bij benadering ook niet meer zo goed zeggen hoor, maar een keer of 4, 5 dat we naar de meet gingen met een groepje. En, ja, het spreekspel van wegspringen en bij elkaar blijven en, nou ja, en dan iedere keer er net naast. Hoe is dat gevoel, er net naast zitten? Ja, dat was op zich heb je er altijd een enorme kater van.